oude hoofdkerk van Culemborg aan de Lek is de Barbarakerk. De grote kerk met de toren zonder spits, de vierkante toren. In 1654 werd de spits door de bliksem getroffen, viel door het dak van de kerk en verwoestte het orgel. Ruim 60 jaar later, in 1719, is door Matthijs van Hofstad een nieuw orgel gebouwd, dat nu dus 300 jaar oud is. Organist Marijn Slappendel laat ons met het orgel kennis maken, met zijn klank. Maar hij demonstreert ook hoe het orgel functioneert. Een orgel kan niet klinken zonder lucht. De toevoer ervan wordt geregeld door een systeem van blaasbalgen. De organist trekt aan de registerknop die via een hefsysteem verbonden is aan een zogenaamde sleep. Een plank met gaten in een afgesloten windkast. De windlade. De gaten in de sleep worden voor de openingen getrokken, waardoor de lucht uit de windlade in de pijpen kan stromen. Dan kan die rij pijpen dat register met die speciale klank gaan klinken. Er zijn heel veel combinaties van registers mogelijk. Karakteristiek is de volle klank, het plenum dat gespeeld wordt op het hoofdwerk van het orgel vanaf het bovenste klavier. Een organist speelt op verschillende manualen, maar ook op het pedaal. Vanaf de pedaaltoetsen lopen zeer dunne, flexibele houten verbindingen naar de kleppen onder de pijpen. Zodra dankzij dit systeem een klep geopend wordt, stroomt de lucht in de pijp en gaat ze klinken. Heeft een karakteristiek geluid door de registers die je er aantreft. De kernachtige prestanten, de pijpen die vooraan staan, de zangerige fluitregisters, de stralende combinatieregisters zoals mixturen en cornetten en de krachtige tongwerken die klinken als koperen blaasinstrumenten. Op 23 juli 2019 is het 300 jaar geleden dat het orgel is ingespeeld. Dat wordt uitbundig gevierd met het festival De Klank van de Stad. Dinsdag 23 juli is er om 8:15 een groots jubileumconcert met de beroemde Zwitserse organist Guy Beauvais. De hele week volgen prachtige concerten. Is er een orgelexcursie en een spetterend slotconcert, 28 juli 1750. Een bijzondere verwijzing naar de sterfdatum van Bach.